Het Chinees nieuwjaar, oftewel het lentefeest, is vandaag sober gevierd. Dit feest is sinds 2015 een nationale feestdag in Suriname en werd voorheen uitbundig gevierd met verschillende activiteiten. Dit jaar was het opmerkelijk stil rond deze viering. Het Chinees nieuwjaar staat in het teken van het varken, wat inhoudt dat het een jaar wordt van overvloed en uitwisseling. De jaarlijks terugkerende lunch aan hoogwaardigheidsbekleders en andere gasten is ook dit jaar aangeboden door de vereniging Kongiton Sang. Voorzitter Thomas Sheng gaf aan dat het jaar 2018 een jaar was vol uitdagingen. Dit schrijft hij toe aan de slechte economische situatie in het land. Het gevolg hiervan is dat dieselwinkel minder verdienen en waar de kasten inkomen in deze woorden. 生态的运费减少，收入自然就退步。Kasgeld benadrukte dat het kasgeld de belangrijkste bron van inkomen is voor de vereniging Kongiton Sang. Daarom heeft deze vereniging ondanks alle uitdagingen twee kasgelden geopend. Eén van 1000 en één van 2000 US dollar. De Chinese ambassadeur in ons land, Liu Quan, is blij dat de Chinezen geïntegreerd zijn in Suriname. U hoort ook minister Lilian Verrier van Onderwijs, die namens de regering aangaf dat er hard gewerkt wordt aan het terugdringen van de criminaliteit. En zo zien we dat Suriname een heel gecontroleerd land is. 2014, Suriname政府将中国春节定为全国永久性公共假日. In 2014, de regering Chinese Nieuwjaar maakte een nationale vrijdag. 这是美洲国家中的首例，实现了几代吕苏侨胞的夙愿. Het is de eerste dag van de westelijke landen in het land die dat hier van deel. De Chongwen-Zoming, Guangda, Huachao, Huaren, Wei Suriname, Fadan, Fanron, Zochunde, Zhongjiao, Gongxian, Zedala, Su-Zhengfu, Kekita, Zhongjiede, Chongwen-Renke. Wat zien dan dat het een erkenning is van de betere ambitie die zich verliefd van Jan Suriname? Niet altijd gaan zaken zo snel als verwacht, maar we moeten positief blijven. En vertrouwen in elkaar zichtbaar maken door nog meer samen te doen. Ik wil bij uw leden benadrukken dat de regering van Suriname de criminaliteitsbestrijding landelijk heel serieus aanpakt. 我需要向大家强调的是, 苏里南政府非常注重打击犯罪活动。 Twee maanden geleden, in december 2018, is het Safe City project gelanceerd. 2018年的12月份，我们启动了安全城市项目. Ook dit project is gestart met assistentie van de Volksrepubliek China. Dat was onderwijsminister Lilian Verrier vandaag bij de lunch in verband met de viering van het Chinees nieuwjaar in het gebouw van de Chinees-Surinaamse vereniging Kongiton Sang.